Ik dacht eigenlijk bij mezelf, yo man, wat is dit nou weer? En hij liep gewoon te bellen met Martijn of zo en zat de hele tijd te praten over of hij wel zou komen. Hij moet zeg maar nog werken, dus ik weet niet of hij komt nog, maar ik denk het wel. Maar weet het, hij zei gewoon tegen mijn vlog van yo, nee man, is gewoon niet hard. Eerlijk, dat is wel echt naaien, man. Ja, je kan wel gaan lachen, man, maar dat is niet leuk. Eerlijk, dat is niet leuk. Ja, rot op. Ga weg. Ja, ik heb ruzie met Stan, man. Mag iedereen weten. Jeremy is zeg maar moe. Zie je aan zijn... loop. Yo mensen, ik loop zeg maar nu met Lucas de hond. Super lauw natuurlijk, hier, touwtje. En we gaan gewoon lopen, weet je. We gaan gewoon een beetje met die hond lopen. We gaan fucking naar de S. Hoe heet dat? SO. SO man, en dan gaan we even kijken. Ik ben met een 9. Ja, wel. Ik heb Jeremy bij me. Maar hij heeft fucking Kellogg's gehaald. Hij heeft gewoon fucking Kellogg's gehaald, super grappig natuurlijk. Hondje loopt hier zo, je weet zelf. En we gaan gewoon een beetje naar de SO lopen. Ik weet eigenlijk niet waar ik heen loop. Maar we gaan het gewoon doen, jongens. Misschien ga ik gewoon vloggen naar, hoe heet dat? Naar de SO, dat is wel grappig. Weet je wat? Ik ga gewoon voor jullie vloggen. En we gaan gewoon naar de SO, weet je. We gaan gewoon daar kijken. En ik ga gewoon dingen kopen en dan kunnen jullie met mij mee. Ja toch? Yo, Jason! Wordt lauw. Ai, kankerlauw, man. Ik jij bent echt lauw. Oké, ik loop nog steeds met die hond. En als ik gewoon stop, stopt hij ook gewoon, hè jongens. Moet je kijken. Kijk. What? Hij luistert goed. Kijk. Wow, dit. Zo'n hond moet je hebben, man. Kijk. Hey, Jason heeft ook stop. Een pakje longvloer, maar dan moeten we helemaal terug. En weer verder, Ga maar verder. Ja, man. Nee, toch. Yo mensen, hoe heet dat? Die hond heeft zeg maar gepoept. En Lucas ruimt het nog niet eens op. Wat is dit nou weer? Dat is toch niet netjes, man. Kijk, er staat ook gewoon een fucking weet ik veel wat. Een soort van eng hartje met een. Weet ik wel, met een zakje. En dan ruimt hij het nog niet eens op. Dat is toch. Nou ja, Lucas. Ik zet jou even in de wacht. Kan je, wat wil je ervan zeggen? Yo. Yo, zegt hij gewoon. Wat de fuck. Yo, Bas. Wat? Dat is dat dingetje, man. Laten. Oké, jongens, moet je deze Kelloggsjes zien? Deze zaten aan elkaar. Dus dat betekent dat ze in de fabriek een soort van aan elkaar zaten. En dan zeg maar een soort van met die machines zo snijden, weet je wel. Dus dat... Ja, ik wist ook niet dat het zo was. Maar ik denk dat dat bij elk fabriek gebeurt. Dus ja, oké. Doei. Sammy had een beschimmelde boterham meegenomen. Hij ligt laat niet zien, daar. Waar is dat? Sammy, dacht ik neem deze mee en ik eet hem op. Show. What the fuck, man. Echt een basis, Sammy. Echt waar. Nee, niet meer meenemen, Sammy. Dat is niet goed. Kom, oké, jongens. We zijn zeg maar bij de SO. En iedereen heeft zeg maar shit gehaald. En Stan was gewoon zomaar weggegaan. Ik dacht echt bij mezelf, wat de fuck is dit nou weer? Maar Bas is er wel. Bas is er wel, zeker weten. Dus we gaan even snel naar Bas toe. En Jeremy is er ook bij blijkbaar. Kijk, dit is dus Jeremy. En dit is Stan. Yo, fidget spinner. Hey Bas, zeg even hallo tegen de kijkers. Yo man. Ja, dat is het ook. Kijk nou even, dit is leuk. Fidget spinner. Paars, je weet zelf. Is van Jeremy. Is kijk van even, mij. Kijk even cool. Ja, oké. Dat, dat was wel cool, hè? Ja. Ja. Ah, ja toch. Hey mensen, ik kom net van de SO. Ik heb het zeg maar gehaald. En we gaan nu een soort van terug naar Lucas toe. En daarna zie ik wel wat we gaan doen. Want jullie moeten gewoon blijven kijken, weet je. Want super leuk natuurlijk. En je kan gewoon een beetje mee leven, zeg maar, in, ja, in een paar minuten zien, weet je. Wel in fucking 18 minuten of 20 minuten, maar nog steeds. Maar we gaan zeg maar nu weer naar Lucas toe. En we zijn nog steeds die hond aan het uitlaten. Echt geweldig, man. Moet je kijken, man. What? Nee, Sammy, echt een lief hondje. Niet naar die random mensen. Oh, yo. Ja, man. Maar we gaan zeg maar, zitten van nu weg. En komt goed, man. Komt goed. Laten.
Ik kan twee mensen. We zijn zeg maar nu een soort van. Hoe noem je dit, man? Jeremy. Een woonwijk. Een woonwijk of zo. Lucas, weet jij waar we zijn? Of is het zo van. In België. In België. Daar zitten we in de stad België. In de stad België? Oké. In het land België, in de stad België. Nee, jongens, we zijn zeg maar in Hillegersberg. Bij de Van Beethoven single of zo. Ja, man, ik weet niet wat het allemaal is. Maar we gaan zeg maar naar Lucas' huis. Maar ik weet totaal niet waar ik heen moet. Alleen Lucas weet het, want ik ken gewoon deze buurt niet uit mijn hoofd, weet je wel. Dus dan weet je het niet. We gaan naar rechts, jongens, hoor ik net uit mijn linkeroor. Rechteroor. Maar... rechteroor. Rechteroor, ook goed. En voor de jongens. Is het links, ja, voor de kijkers is het links. Ja, dus ik denk gelijk aan die kijkers. In plaats van jullie. Oh, jongens, je moet even appreciëren dat hij gewoon aan jullie denkt. Hij zei gewoon linkeroor, maar het was rechteroor. En dat bedoel ik. Even shout-out naar Jeremy, hij zegt appreciëren. Even shout-out naar Lucas, omdat hij een shout-out geeft aan Jeremy. Even shout-out naar mij, omdat ik een shout-out geef, man. Ah, ja toch. Ja, man. Zeg maar gewoon doei, want dit is een beetje... Yo, ik ben Lucas. En ik zeg doei. Ai, laat het. Hey, Artie, wacht, ik ben Lucas, hè. Yo, yo fuck up. Huh? Yo, ben Lucas? Ik ben Lucas. Yo, ik ben Lucas. Ja, toch. Ik ben 16 jaar oud. Hij houdt me vast de hele tijd. En ik ben... Oh nee, toch niet. Fucking lauw. Hij is fucking lauw, jongens. Allemaal in de reacties, hij is fucking lauw. Ik ben fucking lauw. Zeg, met een O. Zeg eens. Wiet. Met een O. Wiet, met een O. Lauw, lauw met een O. Oké, met een O. Ja. Nou gaan we door de bosjes, jongens. Nu gaan we door de bosjes. Wacht. Geef een box. Box. Geef een box. Amee. Amee, Sam. Ja. What the fuck? Yo, Stan. Yo. Ja. Waar ben je dan? Ja, bijna bij de beveiliging. Bijna bij de... Bij fucking Lucas' huis al? We zijn er. Ze zijn al bij Lucas' huis. What the fuck? Oké, mensen. We gaan een beetje vaart maken. Martijn komt er opeens aan. Stan, ik neem je even... Ik hang je nu op, ja? Ja, prima. Ah, later man. We zijn er bijna, ja? Later. Doei. Wow, joh, weet je wie we nu gewoon nu op ons beeldscherm hebben? What the fuck? Heb je het al gevraagd? What the fuck? What the fuck? What? Martijn is er gewoon, wow! Martijn is er gewoon! Hey, joh. Wow, man. Pakken. Pakken, broer. We moeten wel naar Lucas, trouwens. We moeten naar Lucas. Heb je het al gevraagd, Martijn? Ja. En ze hebben nog niet gereageerd. Gewoon zo blijven staan in dat ding. In mijn ouders. Ja, gewoon even naar de camera kijken. Gewoon even naar de camera kijken. Gewoon even laten zien hoe je, hoeveel je houdt van je kijkers. Heel veel. Heel erg veel. Okay, echt super veel. Het zijn nou ook jouw kijkers, hè? Echt. Kijk, wow. Hey, thanks voor de 37.000 kijkers. Kijk dan, hoe pak je dat vind ik echt vet. Oeh, wat is dat? Nou, ja. Is dat pauwplaat? Nada. Mensen, we zijn nu bij de verzuurde weg. Eerlijk, dit is een harde. Dit is echt gewoon een lange weg eigenlijk. Ja, dit is de molenlaan, jongens. What the fuck, de molenlaan, jongens. We zijn nu bij de molenlaan. En we zijn eigenlijk heel dat stuk aan het lopen gewoon. Fucking via Koolop naar fucking molenlaan. Hoe lang duurt het, denk je? Ik denk dat het 5 minuten duurt. 5 minuten duurt het, jongens. En ja, we gaan lekker lopen naar fucking Lucas' huis. En daarna gaan we alle spullen pakken, want dan komen straks die fucking... Art, kom met vloggen, ik wil muziek horen. Hou je bek, man, Martijn. Je hebt er wat tegen zijn kijkers, hè? Dat kan niet. Oh. Kijkers zijn heilig, hè? Dat kan je niet kijkers maken. Kijkers zijn heilig, ja. Ja. Alle kijkers niet zijn allemaal heilig. We zijn allemaal heilig. Ze mogen echt dood voor mij. Doei. Mag later! Ja, okay. Later. Ja, doei, later, man. Later. Kill. Deze kerktoren gaat heel de tijd door. Dat ik denk van, what the fuck? Wat is het allemaal, man? Maar ja. Die kerktoren. Hoe lang is je al door? Heel lang. Echt fucking lang, man. We zijn echt heel lang aan het wachten tot die kerktoren weg is, man. Doe mij niet meer vlog. Wat? Doe mij niet meer vlog. Nee, weet ik, maar ik film mezelf. Oh, ja. Kijk, dit is een vogel. Zo kraai. Wat? Oh, ik mag jou nu filmen natuurlijk. Oh, dan knip je dat eruit. Ja, knip je dat eruit. Ja, toch. Kijk, hij is nog steeds aan het doorgaan, hè. Like, what the fuck, wat is dit? Ja. Nou ja, we wachten even tot de kerktoren weer klaar is. En dan zie ik jullie zo weer.
links. Oké, mensen, we zijn nog steeds aan het wachten op die andere, maar ze doen fucking slow, man. Eerlijk. Ja. Ze doen fucking slow. Maar ja, weet je, we zijn gewoon een beetje aan het chillen hier zo. Ja. En aan het wachten op fucking Martijn en hoe heet die andere gozer nou? Jeremy en Luke. En Lucas. Nee, Luke. Luke, oké. Okay. En nou, Luke dus. En Bas wil zeg maar niet op de camera, ik weet ook niet, maar... Vanwege dingen, man. Hij is gewoon een beetje... Weet je, hij heeft gewoon een beetje problemen. Een beetje en hij is een beetje moe, dus ik begrijp het wel, man. Ik begrijp... Kijk, als ik ziek ben, ik ben nu een beetje verkouden, zeg maar. Dan ga ik ook gewoon door, weet je. Mij boeit het niet meer, weet je. Ik ben nu zeg maar heel erg verkouden, maar... Ja, en... Ja, ik heb hooikoorts en zo, man. Moet je mijn ogen zien? Dat is niet normaal, echt rood gewoon. Maar, ja, dat dus, jongens. Die kerktoren, die gaat nog steeds, man. Wat is dit, man? Godverdomme. Ja, wat dat? Die kerktoren is nog steeds bezig, mensen. Dit is niet normaal, man. Maar we gaan gewoon, we wachten een beetje op Martijn. What the fuck? Mijn telefoon zegt dat het zondag is. Wie was dat? Yo, mensen, we zijn lekker in het bos aan het... Wil je dat ding nou laag houden zodat je groter lijkt? Ja, dat is jouw fan, Mark. Misschien. Maar jongens, we gaan zeg maar een soort van... We zijn een beetje aan het checken. Altijd hij verpest het altijd. Waarom verpest je dat, Dave? Kankerbek. Oh. Zo, nou dan weten we ook Bas, weer dit toch lijkt wel Bas, Bas titel beef met Bas. Maar nu gaat YouTube je deleten. Doe even normaal, staan, goed staan. Mag ik een beetje een slokje? Ik moest net overgeven. Hé, hey, jij is Baba gegaan, man. What the fuck, Bas? Killed. Art. Bas is Baba. Dit zeg je niet op YouTube. Nee, dan ga ik wel op YouTube zitten, man. Ja, je kill. Ja, dat is die vent van Rotterdam. Je wordt gebabbaat, Bas. Dat is die vent in Rotterdam. Welke vent? Die vent. Voor de appie. Wel als knak wordt. Oh ja, hey man. Hey, Stan. Stan, hoe gaat het met jou dan? Mijn ouders zijn thuis. Hoe gaat het met jou dan? Oh, zijn ouders... We zouden eerst bij Martijn eten. En wat zegt Martijn? Zijn ouders... Hij heeft knakworst gehaald, jongens. Luister eens, hij heeft knakworst. Laat even zien, man. De Unox knakworsten. Ik begrijp niet hoe hij dat gaat verwarmen, want hij eet niet thuis. Ja, niet daarom. Toch? Wat doe je? Hij legt waarom gewoon... Waarom daar? Nee, maar doe weg. Doe eens even... Het is gewoon een flesje cola, komt goed, jongens. Niet midden op de weg. Ik wil toch even een flesje cola midden op de weg zetten. Daarom, dat kan niet. Ik geef even wat. Cola, iemand die stilt gewoon snoep, hoor. Oké, mensen, we gaan weer. Oké, mensen, daar zitten we nog. Wat is er? Wat? Wat is dat? Wiet. What the fuck? Hè? Wat wiet, is dat? Kanker. Mensen, wiet is heel wiet, slecht, kanker, hè. Dat moet je niet kanker, doen, man. Stiefens, kankerwiet. Kanker. Wiet, ga weg. Hashtag Arthur. Dit gaat er ook nog. Hashtag Arthur rookt wiet. Arthur is. Oh, yo. Hij naait mij ook fucking hard, hè. Hij daar zo, ja. Hij naait mij echt fucking hard, hè. Of koekje. Hij doet mee. En hij ook. Hij doet ook mee. Martijn. En hij doet ook mee. Hij is echt een flikkertje. En Bas? Bas gewoon trouw, eerlijk. Bas, ik ga bij jou zitten, man. Bas gaat wat is dit nou kotsen. Weer? Bas niet kotsen, oké? Oké. Schuif een beetje op, Bas, want ik ga naast je zitten. Je gaat geen eens weg. Bas, wij zijn alle twee de beste vrienden ooit. Arthur! Zij kunnen tering krijgen. Gooi vloe en tip! Nee! Rot op, ik ga niks meer gunnen. Hashtag Arthur rookt wiet. Yo, why? Arthur, je moet het rijden. Yo, why? Oké, mensen, we zijn zeg maar nu bij de Albert Heijn, zeg maar. En we gaan het gewoon doen, weet je. Fuck yeah, man. Komt goed. Zeg maar, Arthur. En wat gaan we halen, zeg maar, Martijn? Arthur, bewaker rechts. Bewaker? Oh, je mag niet filmen. Mag je hier filmen? Nee? Oké, nou, je mag hier niet filmen. Doei. Oké, mensen, ik ben samen met Bas nu. Yo. Hallo, Bas. Yo, we gaan zeg maar nu naar de berg lopen, zeg maar.
En ja, dat wordt gewoon hartstikke vet natuurlijk. Want wij gaan gewoon naar de berg toe. En de berg is gewoon... Vroeger was het gewoon een leuke plek waar ik altijd vroeger speelde met mijn broer en zo. En daar moeten we dan heen, weet je. Daar moeten we gewoon even kijken. Moet je die zonstralen zien? Het is niet te geloven, man. Wat je allemaal in mijn vlog te verkrijgen krijgt. Je krijgt zonstralen te verkrijgen van mij. Helemaal mooi natuurlijk. En Bas, wat ben jij allemaal een beetje aan het doen? Die... Arthur vertelde mij altijd, als wij naar die berg gaan, ja, dat hij ze herinneringen terugkreeg. Juist. Van het spelen maar dat is echt zo. Dat heb ik met toch Arthur en zijn broer natuurlijk. Ja. Dus dat. Dus vandaar. Dus vandaar gaan we heen. Ik respecteer dat, dus ik ga gewoon met hem mee. Ja, ja dat is zijn hele doelje zo. Ja. Bas die loopt altijd mee. Hij respecteert gewoon alles, weet je. Dat is het gewoon. Maar Bas, heb jij nog iets meegemaakt vandaag of niet? Ja. Nee, vertel man, vertel. Het was zo, ik ging met mijn moeder, die zei tegen mij gisteren, Bas, ga je morgen mee je zus en je zus de beste vriendin wegbrengen? Ik zeg, ja, is goed. Wij kwamen daar aan in Utrecht, wij gooien ze af, we gooien ze dus af. Ja. En wij rijden gegeven weg en voor ons zat de politieauto. Maar wow, daarvoor yo. Stond de Porsche. Stond daar gewoon... Zo'n dus auto van 3 ton, weet je. Wow. Stond er gewoon IBA. Ja. Wow, yo. En dat politiebusje, ik weet niet wat hij deed, gaf opeens gas, geen zwaailicht aan, niks. Wow, en klapte foktop hard tegen die achterkant van die Porsche aan. Wow, yo, dat is wel echt ziek, man. Besef, wow, yo. Besef Arthur. Ja. Het is een politie doet het, hè. Ja, oké, man. Wow. Echt ziek, man. Echt en heb ziek. Jij nog wat meegemaakt? Ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan, man. Ik heb even met Martijn gechilled. Oh, trouwens, mijn vader is vandaag 60 jaar. En dat is superleuk, natuurlijk. Ja, echt waar. Hij is 60 jaar geworden, die oude lul. Ja, nee, ik hou wel heel erg van mijn vader, hoor. Maar van je papi. Voor die me, er van voor je papa. Klaar staat. Die staat altijd voor me klaar. Maar mensen, we gaan, we zijn nog een beetje aan het chillen. En als we bij de berg zijn, gaan we nog even vloggen. En dan is de vlog voorbij. Ja. Ja man, het is wel een hele lange vlog deze. Ik zeg, ja, deze zeg maar... 3 uur lang, 50 stukjes reclame tussen. Juist, money maken, nee man. En dan komt er opeens dat doen we niet. Kut reclame van de McDonald's. Is je filmpje nu al afgelopen? Super grappig man. Komt nee, opeens, filmpje komt, moet nog komt beginnen. Er opeens een, komt er opeens een politieman, komt er zo aan zo. Oké okay, jongens, we gaan weer weg. Dat grapje was gewoon te slecht, man. Ja. Yo, we zijn weer. We zijn er weer, jongens. Hoe heet dat? Er is daar een kat opeens. Ik weet ook niet waarom. Oké. Koptoos. Hashtag kat. En we wouden even laten zien hoe groot deze auto was. Want het is een soort van jeepachtig. En we vonden het gewoon leuk om te laten zien hoe groot dat ding is. Dus dan ga ik zeg maar een soort van zo staan. Ja, dat ga ik nu doen. Staan en dan moet je kijken. Kjo, kijk, dit doe past ze. Hier tussen. Mijn hoofd past hierin. Mijn hoofd is het wiel. Dat is echt geweldig. Van mijn hoofd denk ik ook in, hoe niet? Bluff? Ja of ja, nee? Ja, bluff. Wat? Ik zit nu gewoon in een jeep. Kijk, en nu niet meer. Kijk hoe groot die banden zijn, vriend. Kijk dit. Moet je mijn voet zien en die band? Dat is gewoon echt, hier, kijk, dat is echt af, ziek gewoon. Dit wat? Is mijn voet en dat is die band. Laat ja, moet je... What the fuck? Moet je nagaan hoe dat eruit ziet? Nou moet mensen... Je, nee, moet je nagaan als je, naar de, als je deze jeep gewoon eerst helemaal verrot hebt gereden. Ja. Ga je naar een dik pimpshop. En zet je er gewoon massive 45 centimeter onder. Dat zou wel echt nou, lui zijn, maar ja. Badass car. Zo badass zijn we weer niet, hè? Jawel. Nee man, zo zijn we niet. Zo kunnen we niet zijn, man. Oké mensen, yo. We zijn nu zeg maar een soort van bij een school. En het is een super mooie school. Hier heb ik vroeger niet gezeten, maar ik heb zeg maar daarachter gezeten. Dus echt daarheen. Maar dat boeit even niet, want dit is die school. En hoe heet die ook alweer? CBS de Akkers. CBS de Akkers. Hij heeft daar ook gezeten, bij mij toch? Samen in de klas, toen was je al een klootzak. Hij is gewoon een oude klasgenoot van ons, hè, die Bas. We gaan even naar Bas toe. Bas, jij hebt toch een oude klasgenoot? Ja, we hebben sinds basisschool bij elkaar gezeten. Ja. Echt gewoon tering lang.
En we ook zijn nog bij de Prinshof. Kerkenbos. Kerkenbos. Ja. Hebben we ook nog gezeten. Hij was altijd, gingen we samen in de bus. Altijd gingen we Red Bull drinken, weet je nog? Ja, wel man. En toen kwam jij altijd met je vader van, ja, ik heb tegen goede vlogs gemaakt. Oh ja, oh, ja. Shit, oh man. Ja, dat nou, man. Nou, ga kijken man. Ja man. Oké, maar we moeten even afsluiten, want de batterijen zijn bijna leeg, zie ik. Oh, oké. Dus mensen, hebben jullie nou genoten van deze video? Like, abonneer, subscribe en... Oh jongens, vergeet niet het belletje. Je notification, onderaan in de beschrijving staat die. Dan moet je die even op het belletje drukken. En dan krijg je iedere keer als Arthur, dus deze Arthur. Ik. Een nieuwe ik vlog die. Maakt. Dat ben ik. Ja. Dat ben ik die. Oké, ga verder. Oké. Gaan we verder dan? Ja, ik wil. Oh ja, wel. Dus iedere keer als, ja, Arthur nieuw verder. Als Arthur een nieuwe video maakt, dan krijg je die in je e-mailbox te zien dat die. Dan krijg je in je e-mailbox te zien dat er een nieuwe video online is. En dat is super leuk natuurlijk, want dan krijg je ook zo'n berichtje op je mobiel. Ding, ding, ding. En dan komt alles goed. Later jongens, later. Wij gaan nog even feesten natuurlijk. Ja man. Ja.